heb iets bijzonders voor me staan en dat is namelijk brillenbad. Nou, iedere brillendrager kent het wel. Glazen met vingerafdrukken, strepen erop, vuil op je glazen. En dan maar poetsen, poetsen, poetsen om die bril weer goed schoon te krijgen. Nou, met brillenbad is dat echt een fluitje van een cent. Nou, wat ga je doen? Dekseltje eraf van de brillenbeker. Je vult hem voor de helft met water. En deze speciale vloeistof, daar doe je er maar een heel klein beetje van bij. Echt een dopje is voldoende om daar echt meerdere brillen mee te kunnen reinigen. Nou, wat je dan dus doet, is dat je bijvoorbeeld deze bril erin doet. En zoals je nu ziet, steekt die er bovenuit. Nou, vandaar dat er dus ook een speciaal kussentje hierin zit. En met dat speciale kussen druk je de bril op de juiste positie, dat hij dus goed in de brillenbeker past. Top erop. En dan tot 10 tellen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà. En dan is de bril en de glazen zijn weer schoon. Ook de huidvetten achter de neusvleugeltjes, die zijn ook al mee gereinigd. Nou, dan de bril reinigen of onder stromend water. Of zoals ik hier doe, in een bak. Dat kan. En je ziet dan ook meteen het water er al van afparelen. Nou, wat je dan nog even doet, is dat je met een droge doek, een microvezeldoek, dat je de bril even droog maakt. Hup. De glazen droog, de bril droog. En dan kun je weer fatsoenlijk door je bril kijken. Kijk eens. Mooi, helder, mooi, schoon. En wat ook goed is om te weten, op de brillenbeker, daar staat ook meteen de gebruiksaanwijzing nog een keertje op. Zowel in het Frans als in het Nederlands. Dus ik zou zeggen, iedereen met een bril aan brillenbad.